Suri Samnandan uit het Brabantse Bossenhoofd is dolgelukkig met zijn bijzondere primeur. Voor het eerst is het in Nederland gelukt om rijst te kweken, gewoon in de Hollandse polder. Suri moest maanden geduld hebben, maar vandaag was het dan eindelijk zover. Oogsttijd. Op dit moment heb je lang gewacht. Ja, heel lang op zitten wachten, ja. Dit is eigenlijk de beloning die je krijgt voor het hard werken. Ik ben een zeer blije man. Sorinder is uiterst tevreden met de oogst. Rijst krijgt een dikke 10. Perfect. Helemaal vol gegroeid. En eigenlijk uniek. Goede kleur ook. Er zit helemaal vol met rijst aan de binnenkant. Aan de buitenkant zit hij ook helemaal vol de aard. Dus beter had ik het ook niet verwacht. Een topoogst. Ja. Heel trots. Dus die voldoening die je nou krijgt eigenlijk, dat is onbeschrijfelijk eigenlijk. Dit is een genot. Toen Suri met zijn compagnon en zwager Jan begon aan dit project, verklaarde iedereen hem voor gek. Nee, dat gaat niet. Het is vis te droog, vis te nat, te veel onkruid. Dan moet je dit doen, dan moet je dat doen. Ach, je kent al die verhalen allemaal wel. Ja, ik ken tegen kritiek, dus hoe harder de kritiek, des te harder ga ik er tegenaan. Terwijl veel Nederlandse boeren dit voorjaar letterlijk verzopen door de flinke regenbuien, vaarden de sala's van Sorinder er wel bij. Ja, ik ben er zeer blij om. Het is de uitkomst eigenlijk. Het lijkt net of de regengoden ons goed gezind zijn. Dus. En na een flinke dosis geduld is het vandaag dan eindelijk zover. En dan heb je die adrenaline natuurlijk van, hey jongens, sikkel erbij en huppakee, oogsten. Nou, heel trots. Van het voorjaar stond ik met een zakje met rijstkorreltjes erin om te zaaien. En nu sta ik met een zakje met een decoratief boeket rijst. En hiermee hebben we bewezen met Sorin als kweker dat er rijst in Nederland kan groeien. De rijst moet nu nog eerst flink gedroogd worden op hoge temperatuur en kan dan gepeld worden. En dan smullen maar. Eerste gele goud uit Nederland. Ik heb hem al geproefd, ja. En? Ja, geweldig. Ah, tot bevreden. Ik krijg er gelijk honger van. Ik heb de hele dag nog niet gegeten. Speciaal op zitten wachten natuurlijk. Dus. Dat wordt vanavond lekker bikkelen. Eerste Hollandse rijst op tafel, dus ja.